Welkom bij een nieuwe week van de 30 dagen Bullet Journal Challenge. Ik zei in de laatste dag van de vorige week heel volmondig tot morgen. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel zo, maar eigenlijk voor jullie is het dan tot volgende week. Maar goed, nieuwe week gestart. Ik heb vandaag een dagboekpagina gemaakt. Daar had ik gewoon zin in en behoefte aan. Dus dit is hem geworden. Het is vandaag 14 oktober. En hier ga ik dan mijn dagboekverhaaltjes schrijven. Maar dat doe ik zonder de camera. Maar washi-tape hier geplakt, wat papier. Dit komt uit de Flow die ik overgekocht heb. Dit was oefenpapier, wat ik heel tof vond. Stickers, sticker van AliExpress. Dit washi-tape ook van AliExpress. Dit zat in het pakket wat ik gekocht had. Dit zit in een blok van de Action. Deze stiften zijn van Diana Leeflang. Die heb ik nog onlangs gekocht. Dat zijn, even kijken, deze stiften. Maar dan niet deze kleur natuurlijk. Alhoewel dat achteraf wel misschien mooier. Ik wilde een herfstige pagina maken. Ik weet niet waar het is misgegaan, maar het lijkt wel lente. Maar goed, maakt niet uit. Stempel natuurlijk ook van de Action. En de fineliner die ik gebruik. Ja, dat is de fineliner die ik nog steeds. De fineliner die ik tijdens de cursus heb gekregen van het handletteren. Maar die schrijft gewoon fijn. Dus ik zie jullie morgen weer. Dag 15. Ik doe ze tegenwoordig maar opschrijven, anders vergeet ik het. Ik heb weer een daily gemaakt. En de daily is... hier verraad ik mezelf een beetje, want ik neem dit op dag 16, heb ik deze gemaakt. Ik heb gisteravond gekaart. Nou ja, weet je, jullie zijn het van me gewend, ik doe dat vaker. Maar dit is mijn 15e pagina die ik in dit boekje heb gemaakt. En lekker weer herfstig. Ik heb mijn vosje getekend. Plaatjes uitgeprint. Dit is tof, dit is gewoon impacttape. En dan krijg je echt een beetje dat craftachtige papier van. Ik vind het echt super leuk. Ik zag dat op internet ergens vandaan komen op een Facebookgroep. En ik vond het leuk om een daily ook weer eens anders te doen met alleen highlights van vandaag. Dus die kan ik dan gaan noteren op naar morgen. Dag 16 van de Bullet Journal Challenge. En ik ga ook gelijk dag 17... 18 en 19 met jullie delen. Want ik heb er een paar achter elkaar gemaakt. Zoals jullie hebben gezien, als je de rest van mijn video's ook bekijkt, is er ook geen weekvlog online gekomen vorige week. Dat heeft alles te maken met dat ik er niet zoveel inspiratie voor had. En datzelfde gold een klein beetje voor de Bullet Journal. Dus ik heb wat dagen ingehaald. Maar wel, wel alle pagina's gemaakt die ik zou moeten en zou willen maken. Voor dag 16 is dat deze quote geworden. Hey pumpkin. Ik heb het al eerder gezegd. Ik wil blijven oefenen met handletteren. Ik heb goud inkt gekocht bij de Vibra. Die wilde ik uittesten. Maar dat komt toch niet zo heel lekker over. Ik denk dat dit leuker is op donker papier. Dus dat ga ik ook nog een keer testen. Voor de rest gewoon lekker pompoenplaatjes uitgeprint. Weer met papier aan de slag gegaan. Beetje washi tape. Beetje stickers. Toen dacht ik, ik maak een wishlist. En dat is uiteindelijk deze geworden. Ik wilde deze letters maken. Maar toen kwam ik er ineens achter dat A en de R en de A en de D en de O dan toch wel heel erg op elkaar gaan lijken. In ieder geval een wishlist voor de Creado. Dit zijn dingen die ik graag op de Creado. Ik ga 1 november met een vriendin. En deze dingen wil ik daar kopen. En dit is dat washi tape met die hokjes. Dat vond ik zo leuk. Want dan kan je het ook... Ja, ik wou zeggen, je kan het afstrepen, maar dit schrijft niet zo lekker. Dus ik moet nog even kijken, misschien kan ik het met stickertjes doen of zo. En een brain dump pagina, die ik dus op hier, op dit kan je wel heel mooi schrijven. Met een zwarte stift of met een witte.
En hier wil ik gewoon wat dingetjes in kwijt die in me opkomen. Daar is zo'n brain dump pagina voor. En dit concept vond ik wel heel erg leuk. Dus die heb ik ook gemaakt. En toen kwam ik nog ergens een idee tegen om favorites te maken van de maand oktober. Dus hier komt bijvoorbeeld de verjaardag van Cas in. En de verjaardag van mama straks waarschijnlijk. Ga ik vanuit. Dat ik vandaag dat Lego kasteel in elkaar heb gemaakt. Nou ja, en zo nog wat meer favoriete dagen van oktober. En dan vind ik het, deze handlettering vind ik wel echt heel erg goed gelukt. En dan, ja, ik vind dat tape echt leuk om mee te werken. En dat was dag 19. Dus morgen weer een nieuwe dag. Welkom bij dag 20 van de Bullet Journal Challenge. En die stond weer eens in het teken van tekenen. En hier ben ik best trots op. Die gaat steeds beter. Dus die ga ik nu langzamerhand ook als een doodle gebruiken. Nou, raad maar wat het moet zijn. Ik ga niks zeggen. Dat is niet zo gelukt. Daar tekenen gaat. Slagroom is nog best een dingetje. Maar ik vind hem wel leuk geworden. Oh, en mijn vosje. Kijk, hier gaat het dan mis. Want die had eigenlijk aan de binnenkant moeten zitten. Maar dat doe ik expres later. Want daar leer ik dan ook weer van. Ik vond hem wel leuk. En hiermee is een einde gekomen aan deze week van de Bullet Journal Challenge. Ik zie jullie volgende week weer. Doei doei!